Welkom bij Iedereen Kan Haken. We gaan vandaag de side saddle stitch maken. En het is een soort clustersteek. Saddle, ja, side saddle. Dus de zijkant pak je de stokjes op. Ik ga het dadelijk heel rustig uitleggen. Ik zal vertellen wat je nodig hebt. En gewoon stap voor stap. En dan kan jij ook deze mooie haaksteek maken. Je moet bij de zijkanten goed opletten. Maar dat ga ik ook uitleggen. En ja, ik zou zeggen, wil je een trui? Koop 5-6 bolletjes wol en ga beginnen. Je kan gewoon vanuit die onderste rij beginnen met een boordsteek. En daarna begin je met deze mooie geclusterde steek. Ik zie je zo weer terug. We gaan vandaag de side saddle stitch leren en het is gewoon een cluster van stokjes. Hij is echt lekker soepel, je kan er een trui mee maken, wat je ook wil. Ik zal even vertellen wat je nodig hebt en dan gaan we beginnen. Je hebt nodig een haaknaald, nummer 6, een schaartje, een stopnaald, en een pin. En een schriftje. Want je moet af en toe opschrijven wat je aan het doen bent. En zeker als je een trui wil maken, dan moet je toch even meten. Een centimeter heb je ook nog nodig. Je moet af en toe meten hoe ver je bent. Meten is weten. Dit zijn 10 keer 5 steken, 50 steken opgezet, heb ik 43 centimeter. En ik heb hele simpele wol, dit is gewoon een eurobolletje van de Vibra, de Saskia. En wil je een trui gaan haken, dan zonder mouwen heb je 300 gram nodig. Kijk, en zo'n bolletje is 100 gram, dus 3 bolletjes. En met mouwen heb je 5 bolletjes nodig. Dus voor 5 euro kan je gewoon een trui haken. En met deze steek, hij lijkt ingewikkeld hoor, maar hij is echt heel goed te doen. Het zijn allemaal stokjes. Je bent alleen maar stokjes aan het haken. Het is niet moeilijk, het is echt goed te doen. En hij is deelbaar door 5. Even mijn spulletjes wegleggen en dan gaan we beginnen. Deze ook even weg. We beginnen met een opzetlus van 5. 5 lossen en zo gaan we elke keer 5 lossen en dat doe ik nu 30 keer. 1, 2, 3, 4, 5. Want de steek is deelbaar door 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dus die 5 doe ik nu 6 keer, is 30 steken in totaal. Dus dit is 10. 1, 2, 3, 4, 15. 1, 2, 3, 4, 20. 1, 2, 3, 4, 25. 2, 3, 4, 30. En daarna, na de 30, zet je 1, 2, 3 lossen op. In de vierde steek hier ga je 2 stokjes zetten. Eén. Twee. Dan gaan we hier op dit stokje gaan we 3 stokjes zetten. Dus we gaan niet verder de rij nog af. We gaan eerst even 1 losse doen. En we gaan het vaker doen hoor. Dan gaan we hierop 3 stokjes zetten. 1, 2. Dan gaan we 1, 2 steken overslaan. En dan zetten we hier in de derde een vaste. Dus daar zetten we een vaste in. En dan heb je 1 cluster af. Dan ga je 1, 2 overslaan en in de derde daar ga je weer 3 stokjes in zetten. 1 2
3. Dan 1 losse en dan op dit stokje ga je 3 stokjes zetten. 1 2 3 Je slaat er 1 2 over en je zet hier een vaste op. Zo. Nu heb je al 2 clusters af. Eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het voor het kijken naar de video's en de reacties. En ja, het is zo leuk om te doen dat je echt dat ik echt gewoon elke keer zin heb om nieuwe steken te bedenken en te bekijken en kijken hoe ik het beste kan uitleggen. Want ik vind het belangrijk dat je begrijpt waar het om draait met het haken, want het is echt niet moeilijk, maar je moet gewoon een beetje relaxen, rustig blijven. Het is een soort yoga. Ik vind het ook heel leuk dat jullie de duimpjes omhoog doen. Hier onder de video kan je de duim omhoog zetten. En dan, ja, dan zie ik gewoon van, er zijn toch mensen die toch wel waarderen waar ik mee bezig ben. En ik probeer elke keer nieuwe steken uit. Dus ja, als je abonneert, dan krijg je die ook elke keer. En dan gaan we weer gewoon nu verder met haken. 1, 2 slaan we over. Dan gaan we 3 stokjes zetten. 1 2 3 stokjes, dan weer 1 losse en dan weer om dit laatste stokje gaan we weer, dan keer je werk een beetje, hoeft niet hoor, ga je weer 3 stokjes zetten. 1 2 3. Dan ga je 1, 2 sla je over en dan zet je een vaste in de derde steek. Probeer 2 lusjes te pakken. En zo heb je alweer 3 clusters. Dan ga je weer 2 overslaan, 1, 2 overslaan en in de derde steek steek je in. En dan zet je weer 3 stokjes. 2 3 1 losse en dan in dit over dit stokje insteken, draad ophalen, door 2 door 2, dan zetten we nog 2 stokjes bij. 1 2 losse overslaan en dan zetten we weer een vaste. Zie je, dan heb je er alweer 4. En als het goed is gaan we nu de 5e doen en komen we op het eind. 1 2 steken overslaan, in de derde steek je in, je probeert 2 lusjes. 1 in dezelfde steek, de tweede in dezelfde steek, de derde 1 losse en je zet weer in dit over dit stokje heen 3 stokjes. 1 2 3 en dan sla je weer 2 steken over, maar ja, ik zit al op het eind, dus dit is dus de laatste steek en dan zetten we hem vast met een vaste. Zo. En dan heb je de eerste toer af en dan heb je, als je 30 steken hebt, heb je 5 clusters. 1 2 3 4 5 Je keert het werk iedere keer met een losse, dus je doet een losse en je keert het werk, dus je draait je werk om. Dan heb je dit als achterkant. Ik ga er even wol bij pakken zodat we daar dadelijk mee vooruit kunnen. En als je het werk gekeerd hebt, dan zie je
dat je draadje aan deze kant hangt. En dan moet je nu, ga je hierboven, dus nu ga je even nadenken. Nee, we moeten niet boven zijn, sorry hoor. Het is dus in het begin altijd hierin nog twee, nee, nog drie stokjes. Dus in die eerste, in het eerste stokje, daar zetten we drie stokjes in. 1, 2, 3. En dan sluit je hem bovenaan met een vaste. Dus die drie stokjes die sluit je, de laatste stokje met een vaste. Zo. En dan heb je zo dat driehoekje opgevuld met drie stokjes. Dat is het begin. Maar we gaan het vaker doen hoor. Nu gaan we dus hier de diepte in. En in die steek hier, je kan die grote pakken, maar ik pak altijd die daarnaast. Want anders krijg je best wel grote gaten in je werk. Dus ik pak deze, de eerste stokje zeg maar, het eerste stokje omslaan op het eerste stokje, daar zet ik weer drie stokjes, 1, 2, 3, dan ga je 1 lossen, dan ga je op dit stokje ga je weer drie stokjes zetten, 1, 2, 3. Dan op het laatste stokje 1, 2, 3. Daarna, na het laatste stokje 1, 2, 3. Daar zet je een vaste. Want dan sluit je weer de cluster. Dan gaan we weer naar beneden werken. Dus dan gaan we weer op die eerste steek. Daar gaan we weer drie stokjes zetten. 1, 2, 3. Kijk, in het begin denk ik, oh wat een groot gat, maar dat komt vanzelf goed, dat trekt recht. Dan weer 1 lossen en dan weer drie stokjes op dit stokje. 1, 2, 3. Dan gaan we hem weer vastzetten. 1, 2, 3. Na het derde stokje, daar steek je in. En dan zet je hem vast met een vaste. En dan heb je alweer, ja, weer drie clusters gehad. Alleen je kan het bijna niet goed zien hoor. Het is heel moeilijk, of tenminste lastig te filmen. Maakt niet uit, we gaan gewoon verder. We slaan weer om. En we gaan weer in die eerste stokje, daar gaan we weer drie stokjes in zetten. 1, 2, 3. Dan 1 lossen, dan weer drie stokjes in dit laatste stokje. 1, 2, 3. Dan trek je dit een beetje zo uit elkaar, dan zie je 1, 2, 3 stokjes hier, maar hier zet je die vaste in. Zo. Dan gaan we weer verder, je gaat weer de diepte in, dus we gaan weer op het stokje, daar gaan we weer 3 stokjes zetten. 1, 2, 3. 1 lossen en weer 3 stokjes op het bovenste stokje. 1, 2, 3. Dan gaan we weer even de bovenste hier zoeken. 1, 2, 3. En daar zetten we hem vast met een vaste. En dat is weer de onderkant. Zie je? Dan ziet het er zo uit. En hier
lijkt het of het niet goed zit, maar het komt goed hoor. Dat komt straks met terugwerken, ga je weer, krijg je hier weer een stulpje. En nu gaan we weer met één losse omhoog werken. En dan gaan we het weer keren. Dan gaan we nu weer 3 stokjes maken in dit beginstokje, hier in deze beginopening. 1, 2, 3. En dat hoekje gaan we nu sluiten hier bovenaan na die 3 stokjes. Dus hier gaan we een vaste inzetten. Dan heb je hier de zijkant weer gedaan. Dan gaan we weer in het eerste stokje hier onderaan elke keer naar onder werken. Daar ga je 3 stokjes in dezelfde opening zetten. 1, 2, 3. 1 losse en 3 stokjes op het stokje. 1, 2, 3. Je trekt je werk een beetje open. 1, 2, 3 stokjes hier verder. Hier ga je de vaste zetten. Zo. En het begint wel te lijken op het voorbeeld. Ik zal het er nog even bij pakken. Kijk, het zijn allemaal ja, clusters van stokjes en je maakt ze echt zo, eerst ja, doe je ze in één steek en dan doe je weer een stokje op het bovenste stokje. En de zijkanten zie je, die worden elke keer opgevuld met die 3 stokjes. We gaan nog even oefenen. In die onderste, in het onderste stokje insteken. Daar ga je weer 3 stokjes in dezelfde steek zetten. Dan 1 losse en dan ga je weer 3 stokjes op dit stokje zetten. 1, 2, 3. 1, 2, 3 stokjes en een vaste. Dan ga je weer naar beneden werken. In het eerste stokje, daar zet je weer 3 stokjes. 1, 2, 3. 1 losse. Dan weer 3 stokjes op dit stokje. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Een beetje zoeken waar die stokjes ophouden, daar zet je weer een vaste en dan ga je weer naar beneden werken op het eerste stokje. 1, 2, 3. 1 losse. En over dit 1 stokje zet je weer 3 stokjes. 1, 2, 3. En die sluit je weer hierboven, boven het bovenste punt. Met een halve vaste. Oh nee, met een vaste, sorry. Ja, met een vaste.
dan weer één lossen en dan gaan we weer het werk keren. Zie je, dan heb je weer hier die boogjes 1 2 3 4 5, en dan gaan we weer beginnen met stokjes in de hoeken in die eerste steek. Zet je 3 stokjes 1 2 3, en dit zijn de hoeken en die sluit je dus hier bovenaan in die bovenste steek met een vaste. En dan heb je het hoekje weer klaar. Dan ga je weer naar beneden werken met 3 stokjes in het eerste stokje van het onderste, dus echt onder werken. In dezelfde steek 3 stokjes, dan 1 losse en dan weer 3 stokjes op dat ene stokje haken. En die sluit je weer hier bovenaan. Dit was de uitleg van de side saddle stitch. Ik vind het moeilijk uitleggen, maar het is gewoon een Engelse steek. De Nederlandse benaming, ja, die weet ik gewoon niet, maar het is een clustersteek. En ja, het is echt een leuke steek. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. Graag je duimpje omhoog hier onder de video, en wil je abonneren, hier op mijn foto klikken en dan krijg je elke keer weer nieuwe steken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.